prachtige keynote van Koert van Mensvoort. Ja, in het komende half uurtje ga ik een hele collageachtige presentatie geven. Ik ga ontzettend veel beeld laten zien. Ik ga een aantal projecten laten zien. Ook een aantal nieuwe technologieën die mogelijk in de komende 10 jaar op de markt zullen komen. Het zijn ongeveer 200 slides, dus riemen vast. En er is eigenlijk één belangrijk punt wat ik wil maken, namelijk dat wij nu in een tijd leven waarin technologie zo alom aanwezig is, complex is, ook autonoom is, intiem wordt, dat we het eigenlijk als een natuur op zichzelf gaan ervaren. Oké, als mijn presentatie doet, dan ga ik nu officieel beginnen met de presentatie. Hallo, ik ben Koert van Mensvoort en ik ben inderdaad kunstenaar. Ik ben ook wetenschapper, ik ben ontwerper, ik ben filosoof, ik ben een dokter, ik ben ook een blogger. Dus ja, eigenlijk ben ik gewoon een beetje een amateur. Hè? Dat moet ik ook toegeven. Zeker als kunstenaar ben ik absoluut een amateur. Dit is een van mijn schilderijen. Ja, ik keek naar die Bob Ross televisieserie, kennen jullie die nog? Behalve bij mij verschenen dan zo'n hummer in de wildernis. Ik werk gelukkig in alle media. Dit is een fontein die ik heb gemaakt. De datafontein. En dit is een clipje van de Japanse televisie. Je ziet hier een fontein die is verbonden met het internet. En iedere 5 seconden worden de laatste currency rates. Die worden van het internet gehaald. En wat je hier ziet is een aantal effectenhandelaren. Die dus in plaats van dat ze de hele dag in hun beeldscherm zitten te kijken, kijken ze gewoon naar hun fontein en dan zien ze hoe het met hun geld gaat. Iedere 5 seconden wordt dat via een embedded systeem geüpdate. En het is ook heel bijzonder om te merken dat er dus iedere 5 seconden ook veranderingen zijn. En dat is echt, dat vond ik zelf wel heel opmerkelijk dat dat ook zo vaak verandert de hele tijd maar. En ja, in plaats van dan maar in je scherm te kijken, kun je het lekker gewoon, ik zou bijna zeggen in de natuur. Dat is het natuurlijk niet helemaal. Maar kun je gewoon eigenlijk een soort natuurlijk fenomeen, kun je ervaren hoe het dan met je geld gaat. Hier leg ik het uit in het Japans, maar dat slaan we even over, want we spreken geen Japans. Dus we moeten door. Je kunt dit uiteraard ook doen met andere media. We zien hier dataplant, dus ook een embedded systeem. Je geeft het water en dan groeit die plant volgens de currency rates. Kun je ook die zien, de yen, de euro en de dollar. Nog één stap verder is een heel dataklimaat. Ik weet niet hoe technisch jullie zijn. Dit is nog wel heel lastig om te implementeren, moet ik toegeven. Dus het is ook speculatief. Ik maak vaak speculatieve producten die misschien nog niet helemaal kunnen. Dit is iets wat ik in 2007 heb ontworpen voor de Coca-Cola Company. Ja, dat is nu dus op de markt. Okay. Ik heb zelfs een hele supermarkt ontworpen. Dat is de Nano Supermarkt. Dit is onze commercial. Ja, je ziet hier dus wat producten die in de komende 10 jaar op de markt zouden kunnen komen. Een jasje wat van kleur kan veranderen. Een wijn waarvan je de smaak kunt veranderen in de magnetron. Niet om op te warmen, maar een paar seconden in de magnetron. Dan verander je de smaak van de wijn, de hele slijterij in één fles. Uiteraard de smartwatches, die komen eraan, die zijn er al. En dat laatste product, dat ga ik zo nog even uitleggen. Het is een nano supermarkt en hij reist nu rond door Nederland. En ook door heel Europa. Dit weekend hebben we in Noorwegen een vestiging geopend. Ja, dit is dus het logo. We hadden verschillende versies toen we het maakten. Dit was de goedkope versie. Maar uiteindelijk heb ik gekozen voor dat zwart-wit. Want het is namelijk een supermarkt noir. In deze nano-supermarkt tonen we niet alleen innovatieve, optimistische, prachtige producten die je echt wil, maar we laten ook die donkere kant zien van de technologie die op ons afkomt. En misschien ook producten die je eigenlijk helemaal niet wil. Dus het zijn zowel dromen als nachtmerries. En toen we hem gingen ontwerpen, dachten we, een rondrijdende bus is eigenlijk wel heel futuristisch, maar zo'n SRV-wagen is toch te retro. Dat combineer je dan met iets heel futuristisch en een pad. Zo ziet het er dus uit. Dit is dan de Nano Supermarkt, binnenkort bij u in de buurt. We zetten hem ook op pleinen of op congressen. Om mensen een kijkje te nemen in die mogelijke technologische toekomst. En nu zijn jullie natuurlijk heel benieuwd naar een aantal producten die daarin liggen. Dus ik wil er heel graag een paar
presenteren. Dit is de Wallsmart interactieve verf. Dus één keer aanbrengen op de muur. En dan vervolgens kun je met je smartphone kun je zo vaak als je wil de kleur van je muur veranderen. Nou, wie zou dit wel willen? Ja, nou, te gek toch? Ja. Oké, nou vandaag kunnen we dus ongeveer zo'n klein stukje Wallsmart maken. We weten hoe het werkt met magnetische nanorots. Die buigen dan het licht op dat nanoniveau, wat echt ja, een heel klein niveau is, 1 miljardste meter. Dan werk je echt op moleculair atomair niveau. En dan zou je magnetisch ja, een soort golfbrekertjes kunnen maken die dan het licht buigen. En daardoor krijg je een andere kleur op een oppervlakte. We kunnen zo'n klein stukje maken. Ja, en om een hele muur te maken is nog te moeilijk, dus dat is speculatief. Zo werkt het dus. Oké, ander product is, en hier ben ik zelf ook echt voor. Dit is de Google Nose, de sniffer. Nou, de Google bril kennen we allemaal. Alleen, ja, ik wil gewoon een Google Nose. Ik wil juist, want in onze moderne digitale wereld maakt zoveel mogelijk. Verrijkt onze zintuigen, allemaal nieuwe ervaringen. Maar er zijn dus ook zintuigen, waaronder geur, die eigenlijk volstrekt geen plek hebben in de digitale wereld. Wordt totaal genegeerd. En met de Google Nose kun je net zo goed ruiken als een politie-speurhond. Lijkt mij te gek om juist dat zintuig ook te kunnen verrijken. Een ander product is iets wat controversiëler, maar toch heel interessant. Dit is de Energy Belt. Het is een belt die je draagt en nou, buikvet wordt vaak gezien als ja, iets negatiefs. Overgewicht. Maar wat nou als je je eigen buikvet zou kunnen omzetten in elektriciteit? En dan kun je dus je smartphone opladen aan je eigen buikvet. Oké, wie wil dit? Toch even vragen. Ja, we lopen de hele dag met die apparaten rond en die batterij is altijd leeg. Why not? En misschien kun je het ook gebruiken om dit van elektriciteit te voorzien. Het is een Twitter-implantaat. Wordt aangebracht in je kaak, doet allerlei metingen in je lichaam en twittert gewoon naar de hele wereld alles wat er in jouw lichaam gebeurt. Wordt gewoon getwitterd. Want immers een gezonde levensstijl wil je delen. Als ik ga hardlopen wordt het getwitterd. Als ik stiekem te veel van de nano-wijn drink, wordt het ook getwitterd. En ik krijg hem gratis van mijn zorgverzekeraar. En die geeft mij gratis, want die wil natuurlijk die data hebben. Is er al iemand die een Twitter-implantaat wil laten inbrengen vandaag? Nee, helemaal niemand dus. Nee, precies. Ja, dit gaat dus ook te ver. Hè? Dat zijn we het dan over eens. Oké, dit gaat te ver. En wat ik dan heel interessant vind, want als we dus vinden dat dit te ver gaat, maar tegelijkertijd leven we ook in een tijd waarin we ontzettend veel data wel delen. Waar stop je dan? Waar stop je dan? Dit gaat te ver, maar waar hou je eigenlijk op? Nou ja, goed. Ik weet het niet. We hebben niet alleen maar ja, dystopische producten, ook mooie utopische producten. Zoals, ja, we zien ook hier een algenlamp. Een energievriendelijke algenlamp. Er zit een algenvloeistof in. Algen leven op zonlicht, fotosynthese. En er wordt een heel klein beetje elektriciteit aan die algen onttrokken om de lamp te kunnen laten branden. Is ook nog speculatief, maar toch mooi om te hebben, denk ik dan. En het laat ook zien dat de nanotechnologie en de biotechnologie, ja, die gebieden lopen in elkaar over. Want als je op dat nanoniveau 1 miljardste meter dingen maakt, dan ja, als je biotechnologie bedrijft, dan zit je ook al vaak op dat niveau. En het volgende product is ook ja, een biotechnologie product. Dit is de genetisch gemodificeerde roggeleren schoen. En hier hebben we ook een commercial bij gemaakt, die ik jullie ook graag wil laten zien. Maar de aanname is dus dat het bedrijf Refish.com, je kunt ook echt naar de website en het daar helemaal nu doen. Is ook voor leuk voor mensen op de webstream om even naar de website te gaan. Dit bedrijf heeft het DNA van roggen gekraakt. Ze kunnen ieder patroon dat ze willen, kunnen ze op een rog laten groeien, op een vis laten groeien. En na een goed leven in de fishfarm wordt dan jouw persoonlijk ontworpen rog omgezet in jouw eigen bio-customized schoen. Ja. Nou, ik ga even niet vragen wie dit wil. Sommige mensen vinden het gek, anderen vinden het echt te ver gaan in onze conceptieve relatie met dieren. Het kan ook nog niet, hè, het is dus speculatief. Alleen ja, die discussie die we erover voeren, die is natuurlijk wel 100% echt. En dat vind ik belangrijk, omdat we leven nu in een tijd, exponentiële technologie, enorme technologische veranderingen. Ieder mens op aarde heeft ermee te maken. Maar ja, hoe bepalen we eigenlijk welke technologieën we nou wel in, of niet in ons leven willen? Hoe doen we dat? En begrijpen
technologie is. Daar wil ik het ook graag even over hebben verder. En dan moeten we bij het begin beginnen. En ja, het begin is dus echt, nou dan begin ik even bij het begin van onze planeet. Okay? Dat is nu 4,5 miljard jaar geleden sinds onze planeet ontstond. En in het begin was het alleen maar een eenzame rots in de ruimte. Het was een geosfeer, maar het duurde maar liefst 3 miljard jaar voordat er een biosfeer evolueerde op de aarde. En nog 1 miljard jaar later, toen pas kwam er de mens. Dus eigenlijk heel recent. Alleen wij zijn, ja, onze aanwezigheid is niet onopgemerkt gebleven. En ik denk dat eigenlijk wij nu, met onze menselijke aanwezigheid en met onze technologie, een nieuwe sfeer op de aarde veroorzaken. Een technosfeer. En net zoals dat de biosfeer voortbouwt en inwerkt op de geosfeer die daaronder ligt, zal ook die technosfeer voortbouwen en allerlei interacties hebben met die biosfeer. Heel simpel verhaal eigenlijk. Evolutie gaat door. Alleen als we het hebben over onze relatie met natuur en de relatie mens, technologie, natuur, ja, dan zijn we daar nog ontzettend naïef over. Alsof het verhaal van Darwin nog niet helemaal geland is, hebben we vaak dat gevoel alsof we, ja, toch nog die zondige mens zijn die uit het paradijs is geschopt en sindsdien alleen maar slechte dingen op de aarde kan doen. Terwijl de waarheid is dat wij zijn allemaal al geboren in een wereld die, ja, die volstrekt ontworpen is. Als je nu kijkt in de ruimte waar we nu in zitten en je gaat op zoek naar het meest natuurlijke ding in deze ruimte. Ja. Nou ja, goed, ik heb hier een glaasje water. Ja, kijk even rond. Ja, je bent het dus zelf. Eigenlijk zijn wij nog die laatste grens. Verder is alles toch helemaal ontworpen en cultureel. Vandaag leven we ook in een tijd dat kinderen die kennen meer logo's en beeldmerken dan vogel- of boomsoorten. Niet alleen in de westerse wereld. En sommige kinderen die houden dan niet van kip, maar ja, ze lusten wel dinosaurus. Dat is een beetje, ja, ik probeer er niet meteen over te oordelen, maar dat is een beetje de wereld waar we in verzeild zijn geraakt. Ik zie dan wel weer als speculatieve ontwerper ook meteen kansen, want dan denk ik, oh, kinderen houden van dinosaurus, die groeien straks op, wat gaan ze dan eten? Dit misschien. Hè? Dinosauruspoot of een sabertooth filet, uitgestorven dieren, gaat altijd worden. Nou, dit is natuurlijk crazy, hè? Dit is fictie, dit is surrealisme, maar als ik dan de supermarkt inloop, en ik kijk wat daar eigenlijk ligt. Nou, dan liggen daar producten die vinden we heel normaal. Maar zo'n worst is natuurlijk oer-Hollands. En tegelijkertijd vind ik het eigenlijk heel gek dat het is helemaal gemaakt van dier. Maar je herkent het dier er helemaal niet meer in. Of nog Hollandser, de bitterbal. Is ook zitten dan meerdere dieren in? Ja, ik vind dat eigenlijk ook best gek. Maar natuurlijk, we vinden het allemaal heel normaal, want het is gewoon onze wereld. Alleen, ja, misschien dat de toekomst weer heel, heel anders zal zijn. Hè? Misschien wordt dit ooit normaal. Een foodprinter thuis in de keuken. Hè? Waar je dan je eigen vlees ook print. Nou ja, goed, de foodprinter die u ziet, die is nog speculatief. Alleen, ja, de petridish, daar groeit wel echt het vlees al in. En het is nu 1,5 jaar geleden, ik weet niet of jullie het hebben meegekregen, dat de allereerste kweekvlees hamburger is gepresenteerd door professor Mark Post, Nederlandse onderzoeker. We hebben hier in Nederland hebben we kaas, klompen en kweekvlees. En je maakt dat dus door alleen een paar cellen van het dier te nemen en die laat je dan groeien in het lab tot een stukje vlees. Je hoeft dat dier ook helemaal niet meer dood te maken en de droom is dat dat niet alleen maar diervriendelijker is, maar ook veel milieuvriendelijker, veel minder energie nodig heeft. En dat wellicht een toekomst is. Uiteraard kun je ook gewoon vegetariër worden. Maar ja, het schijnt dat niet iedereen daaraan toe is. Dus misschien, we hebben alle oplossingen nodig. Kweekvlees kan ook wat zijn. We hebben nu de hamburger. Oké, het eerste hamburger kostte nog €250.000 om te maken. Dus waanzinnig duur. Hè? Het is een prototype. En dan is er nog iets dat ik kijk daar dan naar als creatief. En dan denk ik, interessante technologie. Alleen het is wel een horseless carriage. Hè? Het is verleidelijk om te denken dat we de bestaande
producten die we al kennen, dat we die dan gaan namaken met de nieuwe technologie. Maar dat is de paardloze wagen. Ja, de auto was eerst de paardloze wagen, maar daarna krijg je toch een nieuw model. Je krijgt snelwegen, een energiekwestie. Dus hoe zou dat rondom kweekvlees gaan? Ik dacht, laat ik eens gaan verkennen wat dan mogelijk de toekomst is van dat kweekvlees op ons bord. En vandaag heb ik ook werelds allereerste kweekvleeskookboek heb ik geproduceerd. 45 kweekvleesgerechten die je nog niet kunt koken. Ik ga er een paar laten zien. Dit is de eerste. Ja, als je dan kweekvlees maakt, dan is het. Je kunt een hamburger maken. Een hele biefstuk printen. Nou, misschien kan Brian ons helpen, maar het is nog te moeilijk. Maar je zou wat dunne draden kunnen maken. En dan zou misschien oma zou dan zelf in de keuken daar een lapje van kunnen breien. Gebreide vlees. Dit is een soort eerste toepassing. Uiteraard, ik heb het ook al gehad over ja, wat willen kinderen. Nou ja, een dinosaurus nugget is nog te moeilijk. Omdat het DNA van dinosaurussen is echt te ver heen. Dat kunnen we niet meer reproduceren. Maar met een dodo zou het wel kunnen. Een dodo nugget kun je dan maken. Dat, leuk voor de kinderen. Je krijgt ook rare hybrides. Hè? Dit is het vleesfruit wat we hier zien. Want ja, de overgang, is het nou echt vlees? Ik bedoel, het komt wel van een dier, maar ja, vleesfruit is misschien een soort interessante hybride. We noemen het ook veggie morph, omdat ik vind zelf heel opmerkelijk dat vegetarische alternatieven, die proberen altijd op vlees te lijken. Het is een beetje kansloos, denk ik dan. Maar ja, we hebben nu ook geprobeerd om dan het vlees ook weer op vegetarische alternatieven te laten lijken. Of vegetarische producten te laten lijken. Er zijn ook mensen die zeggen, dit vind ik allemaal niks. Ja, zo'n vleesbloem is dan een voorbeeld daarvan. Niet iedereen heeft daar zin in. Sommige mensen zeggen gewoon, ik wil het juist eerlijk uit het lab. Ik wil vlees waar ik gewoon kan zien van, oké, het is in het lab gemaakt. En dan krijg je de vleesparels. Ja, die gooi je dan in de soep of in een salade om toch die vleessmaak te hebben. En want er zijn ook kansen aan vlees in het lab groeien. Omdat je zou bijvoorbeeld ook een zuiverere, betere sushi kunnen maken dan de beste sushi die je ooit hebt geproefd. Omdat in het lab heb je helemaal geen microben. Het is een hele afgeschermde omgeving. Dus je kunt daar ook dingen maken die eigenlijk ja, beter zijn dan hetgeen ze proberen na te doen. Wat natuurlijk ook interessant is. Het blijft ook die noodzaak van vlees. Hè? Mensen willen graag vlees op de een of andere manier. Hebben we ook meer rekening mee gehouden. Dit is dan het kluifbestek. Het is ook gewoon 3D printen botten waar dan het vlees op is gegroeid. En dan kun je echt je inner caveman. Kun je dan toch nog voeden op een helemaal ja, eigenlijk technologisch gesimuleerde wijze. En ja, voor wie van oesters houdt, maar ook van rode wijn, hebben we natuurlijk ook een vleesoester. Ja, voor de liefhebbers is het ook een beetje horror natuurlijk. Maar als jullie denken dat het tot nu toe al eng is, sommige dingen die ik laat zien, dan even de ogen dicht nu. Want het raarste wat we eigenlijk hebben kunnen bedenken, en dat moet dan in het boek, want het gaat niet zozeer om de toekomst te voorspellen, maar meer als een soort radar om hem voor te voelen en te verkennen wat mogelijke toekomsten kunnen zijn, zodat we kunnen bepalen wat we willen. Ja, het raarste is eigenlijk de in vitro mie. Maar wat is het? Hier zien we een dame die groeit in 3 maanden tijd een stukje vlees op haar eigen lichaam. En na 3 maanden kan ze dat dan ja, loshalen. En dan heb je een medaillon en dan kan ze dat in een zeer persoonlijk gerecht, waarschijnlijk met een geliefde, kun je je eigen lichaam serveren aan je geliefde. Oké. Ja, of het poëzie of horror is, dat wil ik graag aan jullie laten. Maar dit is wel een belangrijke ontwikkeling in deze tijd. Wij leven in een tijd waarin gemaakte en geboren dingen, die zijn door elkaar aan het lopen. Dat is echt een van de belangrijke verhalen van nu. En onder gemaakte dingen, ja, dat is cultuur. En geboren dingen, dat noemen we eigenlijk dan altijd natuur. Maar nu loopt dat door elkaar. En daarom zijn we ook een beetje in de war over. Is dit nou nog natuurlijk of niet? En hoe zit dat met al die artificiële dingen in ons leven? We zijn een beetje in de war. Omdat het door elkaar loopt. Ik wil wat helderheid creëren. Ik denk eigenlijk dat het kantelt. En dat kan ik uitleggen. Aan de hand van een hele
simpele grafiek die echt iedereen zeker kan begrijpen. Als we op één as zetten geboren versus gemaakt, dat is eigenlijk dan ja, het oude beeld van natuur versus cultuur. En dan op een andere as gecontroleerd versus ongecontroleerd of autonoom. Dan heb ik nu 4 kwadranten gemaakt en daar kan ik allerlei dingen in plaatsen. Dus in het geboren gecontroleerde kwadrant, daar passen dingen zoals een regenboogtulp, een bonsaiboom, een genetisch gemodificeerde banaan of een genetisch gemodificeerde kip. Dit zijn natuurlijke dingen die nu ja, zo door mensen worden bepaald en gecontroleerd dat we het eigenlijk geen natuur meer noemen. Het is gewoon design eigenlijk. Er is ook nog genoeg geboren natuur over die we helemaal niet controleren. Denk aan virussen, vulkanen, de bliksem of de zon. Daar hebben we gewoon helemaal geen controle over. Dus we mogen ook best bescheiden zijn. Nee, we zijn geen goden. We bepalen lang niet alles. Er zijn gewoon dingen die we helemaal niet controleren. En dat is misschien ook maar goed ook. Dan in het gemaakte, gecontroleerde deel. Daar plaats je dingen zoals een auto, een telefoon, een gloeilamp of een robothondje. Niet zo heel spannend. Maar ja, in dat bovenste kwadrant wordt het wel weer interessant. Want daar vind je bijvoorbeeld het fileprobleem. Steden, digitale virussen of het financiële systeem. Het financiële systeem, ja, wij hebben het gemaakt. Maar wie controleert dit nou nog? Meer dan 80% van de handel wordt al door computers uitgevoerd. Het glibbert ook een beetje weg. Dus hier leren we ook dat ja, terwijl we traditioneel over natuur nadachten als alles wat geboren is, we nu eigenlijk anders gaan kijken. En ja, misschien kantelt dat naar natuur is alles wat autonoom groeit. Dat zou ik eigenlijk, ja, dat zou misschien werken. Alleen er gebeurt wel iets heel raars in dat vierde kwadrant. Want daar ontstaat dan een door mensen veroorzaakte natuur. Dat noemen we de next nature. En daar, dit is even de mindshift. He, dat wij dus, we denken altijd dat technologie en natuur gewoon zwart-wit staat helemaal tegenover elkaar. Maar hier leren we dat onze technologieën, dat die eigenlijk ook een nieuw soort natuur veroorzaken. En ja, dat is een nieuwe manier van kijken, waar we echt nog aan moeten wennen, gewoon met z'n allen. En dat duurt gewoon 30 jaar, denk ik. En dan zijn we er misschien aan gewend. Want de message is simpel, natuur verandert met ons mee. Heel eenvoudig eigenlijk. En nu zijn er, ja, ik heb zelf een tijdje al die nieuwe manier van kijken en ik wil ook graag een paar voorbeelden uit mijn eigen leven met jullie delen waar ik denk, wat is hier aan de hand? Dit is de eerste. Ja, het zijn dan alle scheermessen die ik in mijn leven heb gebruikt. Hè, dus ik ben als 17-jarige ben ik begonnen met ja, een scheermes met een stokje en er zaten 2 mesjes op. En vanochtend heb ik mezelf geschoren met een mes met, ja, er zitten 6 messen op, er zit een batterij in, er zit een led in, het lijkt een beetje op een stofzuiger. Ja, als je nou kijkt naar die ontwikkeling, dan denk je, oké, is dit ook een soort evolutionair proces? De meeste mensen zeggen, nee, want wij hebben het gemaakt. Oké, maar is dit dan een symbool voor dat wij nu co-evolueren met onze technologie? En dat is eigenlijk helemaal niet nieuw. Omdat ook de bloemen en de bijen, die zijn ook geco-evolueerd. Wie was er eerst? De bijen, die halen de nectar uit de bloemen en ze verspreiden ook hun pollen, zodat de bloemen zich kunnen voortplanten. Zitten wij nu in een soortzelfde relatie met onze technologie? En hoe gaan we dan door? Want er zijn wel issues. Hè? Je leest in de krant dat biodiversiteit afneemt. En dan loop je de supermarkt in. En dan zie je eigenlijk een enorme toename van biodiversiteit. Nee, oké, technodiversiteit is waarschijnlijk een betere term. Maar technodiversiteit neemt dus toe terwijl biodiversiteit afneemt. Hoe zit die balans in elkaar? Het financiële systeem. Wordt het tijd dat we het financiële systeem gaan zien als een ecosysteem in zichzelf? En wat kunnen dan misschien bankiers nog leren van boeren? Boeren hebben zoveel ervaring om met ja, semi-autonome ecologieën te werken en daar toch in te handelen. Denk aan het weer en het klimaat. Je hebt niet alle controle, maar je handelt daar wel in. Wat zijn de nieuwe methodes die we gaan ontwikkelen?
krijgen we ook een nieuw soort architectuur. En wat kunnen we nog leren uit beelden uit het verleden? Dit zijn de wortelbruggen in India. En ik vind het heel inspirerend, want er wordt een brug gemaakt door simpelweg twee wortelen aan weerszijden van de oever met elkaar te verbinden. En dan na een tijdje groeit daar eigenlijk een brug. Is dat ook een soort, kan dat een nieuwe soort ontwerpmethodiek zijn? Het sturen van groei. En hoe sturen we de groei van dit fenomeen? Dit is niet een sterrensysteem ver weg, veel dichterbij dan je denkt. Dit is een kaart van het internet. En ieder apparaat met een IP-adres is geplot als een dotje. En alle verbindingen tussen die apparaten zijn dan weergegeven. En dan krijg je zo'n soort structuur. Die, ik vind hem zelf prachtig. En ik vraag me ook af, is het natuurlijk? Of is dit een next nature fenomeen? En hier leren we dus ook dat internet, we hebben dit niet zo ontworpen. Dit is ook zo ontstaan. En het is ook een beeld voor de situatie waar we in zitten. Zoals de vissen die niet weten dat het nat is, zo zwemmen wij ook in onze technologie. En zo co-evolueren wij met onze technologie. En ik wil afsluiten, de laatste paar minuten, met een model waarin ik probeer iets van begrip te krijgen over hoe technologie nou in ons leven komt en uiteindelijk misschien wel natuurlijk wordt. En dat model noemen we de piramide van technologie. De Pyramid of Technology, het is geïnspireerd op een hele beroemde piramide, namelijk die van Abraham Maslow. Die zei in 1943, zei die, oké, menselijke behoeftes, die kunnen we ook op een piramide zetten. De laagste behoeftes zijn de fysieke behoeftes, dan komen sociale behoeftes en ja, zo naar de top, zelfrealisatie. En je moet steeds die onderste lagen door voordat je kunt stijgen. Dus een schizofrene zwerver, die zit helemaal op dat laagste niveau van fysieke behoeftes. Terwijl de meeste van ons zitten ergens in het midden. En dan die zuster die zwerver helpt, die zit dan misschien nog wat hoger op die piramide. Oké, dat kennen we. Kunnen we dit ook voor technologie doen? Stel nu dat we proberen technologie en hoe het in ons leven komt, ja, in lage weer te geven. Wat is dan het onderste niveau? Nou, ik denk zeker het laagste niveau is het envisioned niveau. Iedere nieuwe technologie die moet eerst bedacht worden. Die ontstaat in een menselijk brein voordat het gemaakt kan worden. Denk bijvoorbeeld aan de quantum computer. Er zijn nu wetenschappers bezig met quantum computers. Er zijn nog niet echt goede prototypes, maar ze denken dit gaat misschien in de toekomst. Gaat het computing gewoon helemaal veranderen. Zou kunnen, maar hoeft niet altijd zo te zijn. Want ja, als je bijvoorbeeld denkt over zoiets als de tijdmachine, die bestaat ook in ons hoofd al eeuwen. Maar ja, ik wacht nog steeds op een succesvol prototype, right? Een ander voorbeeld is weer de communicatiesatelliet. Die werd door een science fiction schrijver, Arthur C. Clarke, bedacht. En het duurde ruim 10 jaar voordat de eerste communicatiesatelliet omhoog werd geschoten. En daarmee ging die technologie ook naar het tweede niveau, het operationele niveau. Op het operationele niveau, dat betekent er is een prototype. Ik sprak net ook al over kweekvlees. Oké, we hebben een hamburger van €250.000. Ja, die is er. Dus we hebben een prototype, maar ja, je kunt het nog niet echt kopen. Het wordt nog niet toegepast. Dat is namelijk het volgende niveau. Dat het beschikbaar, betaalbaar wordt. Zonnepanelen worden toegepast, maar bijvoorbeeld ook nucleaire energie wordt ook toegepast. En ja, daar is dan wel de kwestie dat de vervuiling, de kans op rampen, maakt ook een beetje dat we het niet echt omarmen. Het is nog niet accepted. Het is niet echt onderdeel van ons dagelijkse leven. De smartphone heeft dat bijvoorbeeld wel. Hè? In minder dan 10 jaar. De eerste iPhone, 2007. Minder dan 10 jaar. Wie heeft er hier geen smartphone? Dat bedoel ik. Dat is heel snel gegaan. Heel bijzonder eigenlijk, hè? Dat je 15 jaar geleden, want wij zijn allemaal oud genoeg. Ja, we zijn allemaal oud genoeg. Om te hebben geleefd in een wereld zonder mobiele telefoon. En je kocht dan je eerste telefoon en dacht, ja, iedereen heeft zo'n telefoon. Ik koop er dan ook maar één. Maar nu, als je je huis verlaat zonder je mobiele telefoon, dan voel je je eigenlijk naakt. Of alsof je een lichaamsdeel op tafel hebt laten liggen. En je rent terug naar je huis om die telefoon weer te pakken. En
dat is allemaal in zo'n korte tijd gebeurd. Dat had je toch ook helemaal niet voorzien. Ook auto's, flatscreen televisions en GPS-systemen, die zijn ook helemaal geaccepteerd. En ja, ik ben zelf zo iemand, ik kan eigenlijk al geen kaart meer lezen. Ik heb altijd een GPS bij me. Als je hem uit mijn leven zou halen, dan zou ik echt weer moeten wennen. Dus voor mij is de GPS eigenlijk al een vital technology. Dat, hard to live without. Vitale technologieën, als je ze weghaalt, dan heb je een crisis. Een goed voorbeeld is ook riolering. Hè? Stel je even voor dat we nu hier in Nederland zo met een magisch staf alle riolering zouden weghalen. Dat zou echt een puinhoop geven. Tegelijkertijd denken we er ook niet vaak over. Ook een voorbeeld van een technologie op dit niveau is het internet. Dat is natuurlijk veel nieuwer, maar als je nu het internet, als je dat weghaalt, hè, dat echt, je kunt zelfs nog een discussie hebben over zou je liever leven zonder riolering of zonder internet. Nou goed, die laat ik even aan jullie. Maar ja, vitale technologieën. En we hebben er nog twee te gaan. Want als technologieën echt succesvol worden, dan neigen ze onzichtbaar te worden. En een voorbeeld hiervan is het alfabet. Wij denken er niet over als technologie. Maar het alfabet is werkelijk een eeuwenoude informatietechnologie. Die ons in staat stelt om onze gedachten en spraak fysiek te maken in de fysieke wereld. En kranten, billboards, magazines, signage, zelfs graffiti. Het wordt echt overal toegepast. En terwijl je als kind moet je flink investeren om het alfabet te kunnen beheersen. Maar zodra je dat eenmaal kunt, dan vergeet je het ook. Dan denk je er niet meer over na. Is het eigenlijk onzichtbaar? Geldt ook voor de klok. Hè? Dus de klok helpt ons om afspraken te maken met meer precisie dan het jaar, de maand en de dag. Kun je heel precies een meeting plannen. Maar we kennen ook allemaal het gevoel dat dan 's ochtends die alarmbel gaat en die wekker gaat. En dat je denkt, oh, moet ik nu al? En dan word je eigenlijk gedomesticeerd door die technologie. Dus wij denken altijd dat technologie ons dient, maar ja, co-evolutie, wij dienen voor een deel op een gegeven moment ook die technologie. En zeker als ze onzichtbaar worden, is het eigenlijk best wel tricky. Dus welke kant gaan we op? Goed, we hebben nog één niveau te gaan. En wat is nou het ultieme wat je als technologie kunt bereiken? Dat is dat je naturalized bent, of eigenlijk onderdeel wordt van de menselijke natuur. Voorbeeld hier is zoiets als kleding. Het is gewoon heel normaal en natuurlijk dat wij kleding hebben. Je kunt ook landbouw noemen. Ja, nu denken we over, ja, als je landbouw weg zou halen uit dit land, zou een groot probleem zijn. Maar 10.000 jaar geleden, toen landbouw werd geïntroduceerd, ja, was het een nieuwe uitvinding. Hè? We hadden nog geen Nobelprijswinnaar om de uitvinders van de landbouw te eren. Maar het was echt een uitvinding dat we gingen, ja, niet meer als jager-verzamelaars op de savanna, maar plantjes planten, wachten tot ze groeien en dan oogsten, landbouwen. En we konden in dorpen wonen, verdeling van arbeid. Iemand zei, ik ben de burgemeester, ik ben de filosoof. Allemaal dankzij landbouw. Terwijl op dat moment zelf was het eigenlijk een radicale ingreep in de natuurlijke omgeving dat we met landbouw begonnen. Hè? Dus, en nu is het, toen was het next nature, nu is het gewoon de natuur. Nog een voorbeeld, wat nog veel ouder is, en dan bedoel ik niet de barbecue, maar ik bedoel eigenlijk meer de domesticatie van vuur en specifiek ook het feit dat wij als mensen koken. Dat, dieren doen dat niet. Dat was ooit een uitvinding. En we weten niet eens precies wanneer, 100 tot 200.000 jaar geleden begonnen we, kwam iemand op het idee, ik kan mijn maag in de buitenwereld plaatsen en ik kan mijn voedsel voorverteren voordat ik het inneem. En daardoor kan ik meer calorieën in minder tijd binnenkrijgen. Ik kan grotere hersenen groeien, ik kan een sociaal wezen worden, ik kan eigenlijk een moderne mens worden. En hier leren we dus dat we eigenlijk van nature, vanaf de allereerste dag dat we mens zijn, zijn we ook al technologisch. Want als je alle lagen van die piramide op een rij zet, en dan zie je dat nieuwe technologie begint altijd als heel kunstmatig, artificieel, een beetje eng, een beetje alien. Daarna als het succesvol wordt, wordt het vertrouwd. Als het echt
een succes wordt, dan kan het als een tweede natuur gaan voelen. Ja, en het ultieme dat je dus kunt bereiken is dat je gewoon onderdeel wordt van de menselijke natuur. Ja, je ziet dus dat technologie eigenlijk ook veel meer is dan die laatste gadget. De meeste van ons hebben een soort informele definitie van technologie is alles wat is uitgevonden nadat ik geboren ben. Of nog erger, technologie is datgene wat niet echt goed werkt. Maar hier zien we dus dat wij als mensen van nature technologisch zijn. We leven met technologie, we co-evolueren met de technologie. En de enige vraag is, al die nieuwe technologieën waar we het nu over hebben, hoe gaan we die proberen naar die top van die piramide te brengen? En willen we dat? En ik zou jullie willen achterlaten met een vraag voor jezelf. Van waar werk ik nou op die piramide? Waar ben ik actief? En wie ken ik die op een ander niveau werkt? En hoe kan ik daarmee samenwerken om een betere wereld te maken? Dank jullie wel voor jullie aandacht. Wauw, Koert. Dank je wel.